Relaxen in de hangmat is super ontspannend en je kunt de hangmat ophangen waar je maar wilt. In deze video ga ik je verschillende hangmatten laten zien. Wil je nog andere video's van ons zien? Vergeet je dan niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Hoi, ik ben Rosanne en welkom bij Obelink. Hangmatten kun je echt overal gebruiken. In huis, in de tuin, op vakantie of tijdens een dagje uit. Wil je de hangmat gebruiken om lekker in te liggen, in te zitten of zelfs in te slapen? Het kan allemaal. Er zijn verschillende soorten hangmatten en elk soort heeft zijn eigen voor- en nadelen. We verdelen onze hangmatten in 3 soorten. Een lichtgewicht reishangmat, een normale hangmat en een hangmat met spreidstok. De lichtgewicht reishangmatten zijn zoals de naam doet vermoeden zeer licht van gewicht en heel compact en daarom ideaal om mee te nemen in je backpack. Reishangmatten zijn meestal gemaakt van parachutestof. Deze stof weegt bijna niks, maar is zeer sterk. De stof is luchtdoorlatend en neemt nauwelijks vocht op. Het gaat dus niet ruiken en je hoeft nooit te vertrekken met een nog natte hangmat. Reishangmatten worden standaard geleverd met een ophangsysteem. Je hoeft alleen maar op zoek naar 2 goede bomen en je kunt gaan ontspannen. Dan hebben we nog de normale hangmatten. Deze zijn meestal gemaakt van een zeer dikke stof waar katoen in zit verweven. Hierdoor zijn de hangmatten heel stevig en slijtvast. De stof vormt zich naar het lichaam, waardoor deze hangmat zeer comfortabel ligt en je waarschijnlijk snel even wegdommelt. Dan hebben we nog de hangmatten met spreidstok. De spreidstok zorgt ervoor dat de stof volledig open blijft, waardoor je makkelijk in en uit kunt stappen. Deze hangmat is perfect voor zonaanbidders. Doordat de stof niet om je lichaam heen vouwt, kun je heerlijk in de zon liggen genieten. Let wel op, als je op het randje gaat zitten, kan die makkelijk omkantelen. Ben je dus op zoek naar een hangmat die je kunt gebruiken tijdens je verre reis, kies dan voor een reishangmat. Wil je de hangmat gewoon thuis gebruiken, kies dan voor een normale hangmat en bedenk of je hem met of zonder spreidstok wilt. Is het nog onduidelijk hoe je je hangmat moet ophangen? Bekijk dan deze video. Heb je dan nog andere vragen over hangmatten? Ga dan naar obelink.nl of kom langs naar onze winkel. Wil je dan nog andere video's van ons zien? Hou dan ons YouTube-kanaal in de gaten.